De Chincoteague-ponies leven in de Verenigde Staten. Alhoewel ze Chincoteague-ponies worden genoemd, leven ze op Assateague Island in de staten Virginia en Maryland. De ponies leven in twee groepen die van elkaar gescheiden zijn door een hek. De ene kudde leeft in Maryland en de andere kudde in Virginia. Ze zijn klein van stuk en worden daarom ook wel ponies genoemd. Ze hebben echter alleen paarden als voorouders. Hun kleine formaat is te wijten aan de voedingsarme grond van het eiland. Ze leven van de zoute moerasplanten en eten de hele dag door om genoeg voedingsstoffen binnen te krijgen. Door het zout drinken ze twee keer zoveel als normale paarden. Hierdoor ziet hun buik er opgezwollen uit. Ze kunnen elke kleur hebben, maar zijn vaak gedeeltelijk wit gecombineerd met een andere kleur. In 1835 begon het gebruik van de ponypenning. Ze werden dan bijeengedreven en verkocht op het vasteland. Dit gebruik bestaat tot vandaag de dag. Elke laatste donderdag van juli wordt een aantal paarden geveild. Hier komen tienduizenden belangstellenden op af. De opbrengst komt ten goede aan de vrijwillige brandweer. Bedankt voor het kijken. Meer weten over wilde paarden? Lees het artikel Wilde paarden. De link staat in de beschrijving.